For years and years, I've been researching blockchain technology, cryptocurrencies, the market booms and busts, and many have asked me to explain Bitcoin to them, but I think this is why it's so difficult. Cryptocurrencies. Everything you don't understand about money combined with everything you don't understand about computers. Hallo allemaal, mijn naam is Dennis. In deze aflevering een tip over twee crypto-documentaires die lekker wegkijken de komende kerstdagen. Dus ik dacht, een mooi moment om weer zo'n video te maken, omdat we nu een beetje in de buurt komen. En dan hebben sommige mensen weer wat tijd om zich te verdiepen in technologie of andere zaken. Twee documentaires die gewoon op YouTube staan. Eén die is gemaakt door het Duitse kanaal DW. Die maken allerlei Engelse nieuwsrapportages en documentaires over allerlei onderwerpen. Crypto is niet hun core business. Maar ze hebben er een gemaakt over de geschiedenis van Bitcoin, hoe het allemaal begon en wie Satoshi Nakamoto is. Natuurlijk hebben we die beelden allemaal eens een keer gezien, maar omdat deze documentaire vrij nieuw is, konden ze dingen meenemen die in de tussentijd allemaal gebeurd zijn. Dus het is een leuke documentaire, niet al te lang, kijk lekker weg en perfect voor de feestdagen om weer wat te leren, want de rode draad in de documentaire is ook de crypto en vooral Bitcoin technologie. Je leert wat terminologie en wat andere zaken en is prima te doen. Dus dat is die van kanaal DW. Ik heb de links onder in deze beschrijving van de video gezet, maar wil je ze zelf zoeken op YouTube, zoek dan op DW en dan spatie Nakamoto, dan zie je hem vanzelf. Dus dat is documentaire 1. Documentaire 2 heeft de naam Cryptopia en is zelfs op Netflix te vinden. Dus de link hieronder weet ik niet of die legaal is. Maar in ieder geval heb je hem dan en zou je hem zelfs van YouTube kunnen downloaden. Maar heb je een Netflix account is die daar ook te vinden. Cryptopia. Die is gemaakt door iemand die al in het verleden een Bitcoin documentaire heeft gemaakt. En nu zoveel jaar verder gaat hij er weer naar kijken. En dan pakt hij vooral al die cryptologie op die gemeld is in het verleden en hoe de technologie en vooral natuurlijk het economische aspect ervoor staat. Deze documentaire is wat langer, daar moet je wel je tijd eventjes voor nemen. Maar wat ik vooral interessant vind zijn weer meningen te horen. En er waren wel leuke beelden over bijvoorbeeld het bezoek van een superkluis in Zwitserland waar een bedrijfje de private keys bewaart. Het is wel grappig, want we zeggen met crypto ben je digitaal en heb je geen kluis meer nodig. Maar toch wordt er een kluis ingeschakeld om private keys te bewaren. Het is grappig, maar zo zie je ook hoe de andere oplossingen daarvoor zijn. En kijk vooral in die video naar de status quo's. En de tegengeluiden van crypto, die worden er wel bijgehaald. En ik moet wel zeggen dat deze persoon merk je heel duidelijk dat hij gelooft in de technologie, dus het is een beetje gekleurd. Maar dat vind ik niet erg, want wat ik belangrijk vind, is dat er weer een rode draad in loopt. En dat is om de terminologie te leren en de technologie te leren. Dus ik raad deze ook aan. Heb je wel wat meer tijd voor nodig, deze documentaire. Maar kijk prima weg durende de kerstdagen. Ik hoop dat tijdens het monteren van deze video dat ik wat stukjes kan afspelen van de documentaire. Dat het niet wordt weggeknipt door YouTube. Maar we gaan het straks zien. Ik wens jullie in ieder geval veel wijsheid en gezondheid toe. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering. Doei doei! During the financial crisis in 2008, a mysterious figure called Satoshi Nakamoto published this 9-page white paper. It said, with Bitcoin's open source software, we can create our own money without banks or governments. This new nerd money called cryptocurrency is created and stored in computers. And before long, there was a growing fan club, mostly guys like Roger Ver. Today, he's a polarizing figure. But back then, he gave away thousands of coins to kickstart the movement, and they all called him Bitcoin Jesus. I think that for many years, he brought more people to Bitcoin than anyone else, and we will forever be grateful to him for doing that. When I was a kid, I was reading all these science fiction books. They were talking about how the world is going to be when we have this like anonymous digital cash that people can use on the internet that's not controllable by anybody. And then when Bitcoin came along,
It was like, wow, the science fiction money that I had been reading about as a kid is finally here. So I got so excited about it. I heard about it at about 10 in the morning, and I was planning to go to work that day, but I didn't. I stayed home the entire day reading about it. Didn't leave that. Stayed up all night that night reading about it. Stayed up all night the next night reading about it. He went deep down that rabbit hole to the point of physical exhaustion. The hospital, so I called up a friend of mine and said, please help me, I'm so sick, can you bring me to the hospital? Yeah, Roger got bit bad by the Bitcoin bug. It's truly one of the most exciting inventions ever in the entire history of humankind.